Welkom bij Rijnmond Nieuws. Zometeen onder meer op het nieuwe Rotterdam Centraal zijn de eerste contouren van het glazen dak te zien. Eerst kort het nieuws van dit moment. De politie heeft in een woning aan het Herenpad in Schiedam een enorme hoeveelheid softdrugs gevonden. Verder waren er spullen in het huis om voedingsbodems voor hennepplanten te maken. Alle drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Bij het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam is de loopbrug naar de ingang weggetakeld. In plaats van de brug komt er een groot voorplein, waardoor het instituut een brede toegang krijgt. Op het plein komt ook een vijver met gezuiverd water, waarin kan worden gezwommen. Volgend voorjaar hoopt het NAI weer open te gaan. De werkzaamheden aan de Algerabrug in Krimpen aan de IJssel duren langer dan gepland. In het weekend zou de asfaltlaag op de brug worden vervangen. Die klus kwam niet op tijd klaar. Daarom gaat de wisselstrook op de brug vanavond weer dicht tot in de vroege ochtend. Straks, Rotterdam steekt komende winter nog meer energie in het pakken van winkelovervallers. Nu eerst het weer voor morgen. Het Aldus. Dinsdag begint de dag waarschijnlijk grijs. Daarna komt er meer en meer ruimte voor de zon. Ook nog wel wat bewolking. Het blijft overal droog en temperaturen nou een graad of 13. Alerte burgers moeten helpen om overvallers op te pakken. Die oproep doen politie en winkeliers. Nu het weer eerder donker wordt, neemt de kans op overvallen toe. Een speciale landelijke campagne moet burgers bewust maken van de bijdrage die zij kunnen leveren om het aantal overvallen terug te dringen. 6 weken geleden was het raak bij Kapsalon Studio R in de Rotterdamse wijk 110 Morgen. Aan het eind van de middag komen 2 mannen de winkel binnen. Ze vroegen van we willen geld en de een had een pistool vast en daar schrokken we eigenlijk het meest van. Nou, we hebben gelijk het geld gegeven en toen vroeg ze nog om de kluis, maar ja, die hadden we niet. En ja, daarna zijn ze eigenlijk weer gelijk weggegaan. De financiële schade is slechts €200 en er is ook geen geweld gebruikt. Maar is dit soort overvallen nou te voorkomen? Studio R had eerder al maatregelen genomen, zoals cameratoezicht en een pinautomaat. Je probeert al te zorgen dat er zo min mogelijk kasgeld aanwezig is. Er wordt heel veel gepind. Heel veel klanten, zeker na dit gebeuren, zeg maar, dat ze het hebben gehoord dat we overvallen zijn, dan gaan ze juist pinnen. Omdat ze zeggen van, het gebeurt niet nog een keer dat ze de centjes weghalen. Dus ja, echt heel veel meer kan je denk ik niet doen. En daarom wordt nu een beroep gedaan op ons allemaal. Want naast allerlei veiligheidsscans en andere maatregelen kunnen wij juist wel eens de gouden tip hebben. Het meest belangrijke is dat elke verdachte actie of handeling die het publiek ziet, dat ze dat melden op 112. En dat ze dus gewoon uitkijken, om zich heen kijken en proberen daar waar ze iets raars zien in actie te komen en niet je hoofd om te draaien. Binnenkort hangen ook deze posters in de stad om de burgers alert te maken. Bij Studio R gaan ze ondanks de overval vrolijk verder. Ja, 's avonds heb ik wel even een droom gehad, maar ja, eigenlijk, je moet gewoon doorgaan en dan kom je dan vanzelf wel weer overheen. Eerste keer in 23 jaar en hopelijk ook de laatste keer. Ja. Op station Rotterdam Centraal zijn vannacht de eerste houten dakspanten ingehesen. Het gaat om de dwarsliggers die tussen de stalen constructie hangen en waarop het glazen dak van het station komt te liggen. Vanochtend vroeg was het eerste resultaat al te zien. De dwarsliggers wegen ruim 2000 kilo per stuk. Heel wat meer dan hun tegenvoeters onder de rails. Het kost dan ook een uur om er een op zijn plaats te krijgen. En dat luistert allemaal erg nauw. Het komt inderdaad heel nauw. We hebben een maattolerantie van plus min 2 centimeter. Deze kant die u hier ziet, die wordt straks afgetimmerd. Dat is een stuk hout plafond. Verderop, de andere kant van het station, op werken we alleen nog maar met glas en dan wordt die tolerantie nog nauwkeuriger. 16 dakspanten zijn vandaag op hun plaats gehesen. De komende dagen wordt ook meteen het dak van glas en zonnepanelen erop gelegd. En zo wordt de overkapping stukje bij beetje groter, tot die in 2012 klaar is. Het hele station is in 2013 af. De gemeente Rotterdam wil opnieuw experimenteren met de duiventil. Het zou de meest duifvriendelijke manier zijn om van de overtallige vogels af te komen. Maar de Partij voor de Dieren en GroenLinks in Rotterdam vinden het zonde van het geld. Er is namelijk jaren geleden al mee geëxperimenteerd. De discussie hoe kan de gemeente de duivenoverlast tegengaan is opnieuw opgeleid. In plaats van vergassen wordt toch weer gekeken naar de duifvriendelijker duiventil. Het principe is simpel. Je lokt de overlastgevers in de til, vervangt de eieren voor nep-eieren en zo houd je het aantal vogels beperkt.
De gemeente wil ermee gaan experimenteren. Maar de GroenLinks-fractie vindt dat dus onzin, want er is jaren geleden al mee geëxperimenteerd. Naar aanleiding daarvan heeft de Dierenwelzijnscommissie aangegeven dat het nog beter is als we een vervolgtraject daarmee ingaan en 4 duiventillen starten. Zodat er minder overlast is van de duiven in Rotterdam. Maar met die aanbeveling is niets meer gebeurd. En nu wil de huidige wethouder de til opnieuw uitproberen. Wat we hebben gezien bij de vorige keer, althans dat heb ik begrepen van mijn voorgangers, is dat die duiventil op zich wel functioneerde, maar dat er wel wat problemen waren in de omgeving daarvan. Dus dat er toch nog wel wat overlast was. En we willen ook graag nog een keer zien of het inderdaad ook helpt, omdat we nu ook duiven tellen om de populatie beperkt te houden. Kortom, de duiventil komt er, maar met wat aanpassingen. Overigens zal het deze heel bijzondere til niet worden, want die is kwijt. De til kostte destijds 20.000 euro. Want het is natuurlijk te gek voor woorden dat zo'n til die door een kunstenaar ontworpen is van 20.000 euro, dat die kwijtraakt. We zouden hem nu heel graag weer hebben, want nu hebben we dadelijk dubbele kosten voor het vervolgtraject. Het is inderdaad jammer dat die duiventil er niet meer is, dat begrijp ik ook. Maar goed, hij is er niet meer, we kunnen hem ook niet meer vinden. Dus we bouwen een nieuwe til. En zo mooi als toen hoeft de nieuwe duiventil dus niet te worden. Het kan ook wel voor minder. De gemeentelijke instanties die destijds de til verwijderd hebben, laten weten dat ze druk bezig zijn te achterhalen wat ermee gebeurd is. Met uiterste zorgvuldigheid is vanmorgen de grote verhuizing van het Dordrechts Museum begonnen. De terugverhuizing wel te verstaan, want na 2,5 jaar verbouwen en vernieuwen is het museum klaar om opnieuw ingericht te worden. Vanmorgen werden de eerste schilderijen opgehangen tussen de timmerlieden. Hoeveel slapeloze nachten heeft u gehad? Nou, veel. Toch wel. Omdat, ja, op papier ziet het allemaal zo makkelijk uit. En uiteindelijk gaan dingen toch weer anders dan je had gedacht. Aanpassingen, interieur, architect en zo. Ja, dat is zo'n moeilijke dingen. En ook wij soms twijfelen over, zoals hier, die schouw. Moet die daar wel of niet op een andere plek? Hoe spannend is dit voor u zelf? Ontzettend spannend. Je bent al jaren bezig om een planning te maken op papier, welk schilderij komt op welke wand, je maakt allerlei afwegingen. En je bent zo bezig met die papieren inrichting dat het heel erg fijn is om de kunstwerken weer in het echt te zien. We hebben het natuurlijk heel lang niet gezien. En het is fantastisch om ze weer terug te hebben in het museum. En wanneer is je droom helemaal af? Wanneer we een verdubbeling van het aantal bezoekers hebben. Dat is natuurlijk één ding. Hè. Dus in die zin ook dat je zegt dat echt meer mensen hier naartoe komen. Dat is natuurlijk één ding. Maar misschien wel het allerbelangrijkste voor mij is wel dat de bezoeker tevreden is. En ook dat hij ook iets opgestoken heeft. Opsteken in de zin van dat die bezoeker ook geleerd heeft. Of dat we hem hebben leren kijken naar kunst. En weet je dus ook. En vanaf 28 november kunt u zelf het vernieuwde museum bekijken, want dan gaan de deuren officieel open. Gek worden de bewoners ervan. De spinnende wielen, ronkende motoren van de illegale straatraces die bijna elk weekend plaatsvinden op verlaten bedrijfsterreinen in de Rotterdamse haven. Dit weekend deelde de politie 14 bekeuringen uit aan coureurs op de Heiplaat. En vorige week waren de gepimpte auto's nog te vinden in Sluisjesdijk. Een lange rechte weg om onderling te kunnen wedijveren wie er de snelste is. En waar vind je die? In de verlaten havens in de avond. Helemaal verlaten? Nee. Op sommige plekken wonen mensen. Nou, die autoraces die beginnen vaak in het weekend. En, het is soms om 8 uur al, maar een andere keer om 11 uur. En dat gaat soms nachten door tot 4, 5 uur 's morgens. Waardoor wij ons uit slaap worden gehouden. De overlast bestaat nu al jaren en lijkt niet opgelost te kunnen worden door de politie. Obstakels op de weg, slagbomen, verbodsborden, het lijkt allemaal niet te helpen.
Door de instanties is niet optimaal op onze klachten gereageerd. Want zoals ik al eerder aangaf, van medio 2008 en we zitten nu in 2010. En we hebben nog steeds elke weekend dezelfde problemen en dezelfde klachten. De jongeren spreken kort van tevoren met elkaar af, zodat preventie wordt bemoeilijkt. Op het moment dat de politie verschijnt, zijn ze alle verdwenen. Dan wordt er wel naar geluisterd. En als men een wagen ter beschikking heeft, dan wordt er gesurveilleerd. Maar daar zit nogal wat tijd tussen voordat er inderdaad surveillances ter plaatse zijn. En als de heren die de overlast veroorzaken de surveillancewagen zien, dan gaan ze netjes op de parkeerplaats staan of gaan hun auto staan te wassen, zodat er geen overlast meer geconstateerd kan worden. De politie neemt de klachten wel zeer serieus. Door middel van dossieropbouw en cameratoezicht proberen ze op lange termijn de racers aan te pakken. Op korte termijn is het met bekeuringen voor weggedrag, vernielingen en verstoring van de openbare orde. Het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam wil dat er een vijver naast het gebouw komt waarin gezwommen kan worden. De oude vijver was daarvoor te ondiep en te vies. Het idee maakt je vrolijk, maar er is een struikelblok. Er is nog geen geld voor het plan. Waar eens een vaak troebele waterpartij lag om het architectuurinstituut, is nu een bouwplaats. Vanochtend werd de loopbrug naar de oude ingang weggehesen. Het staal van de brug wordt hergebruikt in de gevel van het entreegebouw. Voor de entree moet een groot plein komen met een flink terras. En wat er overblijft van de vijver moet uitnodigen voor een frisse duik. Ik zeg nog even, het is een plan, het is een studie. We moeten nog het geld bij elkaar zien te vinden. Maar als dat lukt, dan krijgen we dadelijk een vijver die zo schoon is dat je er zelfs in kan zwemmen. En dat zou wel leuk zijn, hè? Gewoon een stadszwembad voor iedereen. Ja, dat je gewoon had je in de stad een gebied hebt waar voor iedereen waar je gewoon leuke dingen kan doen. En waar je desnoods alleen even op een terras gaat zitten, waar je even het pootje kan baden. Maar waar je ook in het NAI dadelijk een geweldig programma krijgt. Het weghijsen van de loopbrug was vanochtend snel gebeurd. De problemen met de kelder van het gebouw kosten meer tijd. Eerder dit jaar bleken er, door een constructiefout bij de bouw, scheuren in de vloer en de muren te ontstaan. Om dat probleem te verhelpen moeten er 70 palen de grond in. Dat is echt een flinke klus, want je moet door de vloer van de museumzaal, door de vloer van de kelder ook. Dus je moet door twee vloeren heen, moeten we 70 palen aanbrengen onder het gebouw. En dat is echt vooral ook logistiek immense klus. Een klus die zeker 1,5 miljoen euro extra gaat kosten. Het NAI hoopt dat het Rijk daarbij wil bijspringen. Op de redactie Ruud van Os. Ruud, we hebben het vorige week zowat iedere dag gehad over Jong Oranje dat tegen Jong Oekraïne moest spelen om het EK te bereiken. En wat gebeurt er? Ze verliezen kansloos met 3-1. Hoe zit dat? Ja, een grote afgang was het, hè? Zaterdagavond op het uitverkochte kasteel. Zoveel talenten in één elftal en dan na 6 minuten met 2-0 achter staan. Ja, dat is gewoon niet goed. En als je dan uiteindelijk met 3-1 verliest en helemaal van de mat bent gespeeld, ja, dan kan je je voorstellen dat de bondscoach Cor Pot niet blij was. Nee, daar word je niet vrolijk van als je dit ziet. En wat me zo tegenvalt, ik weet ook niet wat er aan de hand is, maar alle afspraken die we hebben gemaakt, die worden overboord gegooid. Dan hebben ze in groepgesprekken, in teamgesprekken, in individuele gesprekken, hebben we ze op de hoogte gebracht van de tegenstander. Eigenlijk alles, alle informatie die ze maar moesten en konden krijgen. Ik ben stom verbaasd, dat ik was stom verbaasd en wij allemaal op de bank hoe wij geacteerd hebben vandaag. Deze jonge jongens die moeten nu eens een keer gaan begrijpen dat het niet vanzelf gaat, dat ze heel hard moeten werken, heel goed in de discipline moeten leren spelen om de top te halen en anders vallen ze ook daar af. Ik ben niet een type die gaat vloeken, maar ik heb wel heel duidelijk met een zeer cynische toon gezegd dat er toch wel wat mensen denken dat ze beter zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Want, en zeker als ze met een bepaalde arrogantie gaan lopen voetballen. En dan kan ik heel slecht tegen. Nou Ruud, Cor Pot haalt flink uit naar een aantal spelers. Op wie doelt hij? Ja, Rotterdammer Jeffrey Bruma van Chelsea, Feyenoord en Leroy Fair. Dat zijn spelers die dragen het predicaat supertalent. Ja, daar wordt dan ook heel veel van verwacht. En juist die spelers zakten zaterdagavond keihard door het ijs. En de return wordt morgenavond gespeeld in Kiev. Maakt Jong Oranje nog een kans, denk je? Ja, normaal gesproken niet. Oekraïne was zo goed, zo sterk, dat wat mij betreft had Nederland het reisje Kiev zich kunnen besparen. Maar ja, ze gaan toch. Maar het is vrijwel uitgesloten dat ze alsnog het EK gaan halen. En dat heeft een vervelende consequentie, want geen EK betekent ook geen Olympische Spelen in 2012.
En heb je nog ander nieuws, Ruud? Ja, tennisnieuws op het laatste binnengekomen, want de Schravenzander Timo de Bakker doet het goed. Op een ATP-toernooi in Shanghai heeft hij de eerste ronde overleefd. Hij is de nummer 47 van de wereld en hij won knap van de nummer 9 van de wereld, Fernando Verdasco, met de 7-6, 7-5. En dat is heel goed van Timo de Bakker. In de volgende ronde mag hij het opnemen tegen of Monaco of tegen Senna. Dankjewel, Ruud van Os. Jongeren blijken nog moeilijk te porren voor een carrière in de scheepsbouw, maar ze zijn hard nodig. De Nederlandse maritieme industrie kampt met grote personeelstekorten. Daarom gooiden scheepsbouwbedrijven afgelopen weekend hun deuren open voor het publiek. Collega Sanne Tijn bekijkt de mogelijkheden voor een carrière-switch. Bij scheepsbouw denk je al snel aan container- en vrachtschepen. Maar je kan natuurlijk ook een luxe superjacht bouwen. En dat bouwen van deze luxe jachten doen ze bij scheepswerf Slop in Papendrecht. De rijkste der aarde bestellen hier voor slechts 1 miljoen euro per meter hun vrije tijdsbootjes. Is dit een bootje voor op het verlanglijstje voor de feestdagen? Ja, zeker te weten. Absoluut. Aardig leuk bootje dit. Bij de open dag van dit bedrijf word ik gelijk aan het werk gezet. Kijk, hartstikke charmant toch? Ja, we houden hem zo. Doe je de kap voor je ogen. En dan schakel je nu met je vinger dan schakel je hem in. Ja, niet schrikken. Ja, dan kijk ik mij. Ja, goed dan netjes. Nou, valt niet tegen. Nee, zeker niet. Het is ontzettend leuk werk. Je maakt echt met z'n allen, met 140 man maak je een jacht. Is het jacht klaar, fles champagne er tegenaan en je maakt iets. Mensen zijn er ontzettend trots op hun werk. Wie in de scheepsbouw wil werken, moet absoluut geen hoogtevrees hebben. Want in deze kraan zit je dus al op 70 meter hoogte. Hè? Deze enorme kranen voor op schepen worden gemaakt in Schiedam bij Huisman. Dit bedrijf richt zich vandaag vooral op de jongste jeugd. Groepje van speurtochtje, kom maar even hier. Het begint op jonge leeftijd. Dat weet je van jezelf ook vroeger natuurlijk. Als je toch geraakt werd door het dingen doen en met techniek bezig zijn. De een heeft het met Lego, de ander heeft het met Meccano gehad. Ga zo maar door. En als we daar toch op die manier ons ook kunnen presenteren, ja, dan merken wij wel dat dat toch weer goede kandidaat oplevert. Beide bedrijven zijn dringend op zoek naar personeel. En goede technische mensen vinden, dat valt niet mee. Lijkt het je wat om hier te werken? Ja, misschien wel. Ik doe nu de opleiding scheepse jachtbouw aan het Scheepvaart en Transport College. En ik weet niet, ik moet volgend jaar stage lopen, dus ik ben een beetje aan het oriënteren. Wat wil je laten worden? Ik wou met computers gaan werken. Dus niet in de haven? Nee. Neem ons even mee naar het moment dat dit schip af is en in de Middellandse Zee drijft. Dan moet je zien, lekker stralend zonnetje. Jacuzzi, kunnen ze zich lekker in verkoelen. Loungebed, kunnen ze lekker leggen. Drankjes serveren. Dat is het idee van dit dek. Heerlijk. Ja, dat is ontzettend. Als je eigenaar bent of je bent gast van de eigenaar, dan is het ontzettend leuk om dit te doen volgens mij. I wanna be a billionaire, so freaking bad. By all of the things I never had. Lekker zon op mijn eigen jacht in de baai van Monaco zit er vast en zeker niet in. Maar ik heb vandaag wel gezien dat het ook in onze eigen havens goed toeven is. U kent ze vast wel, de boekjes met historische foto's over Rotterdamse wijken en buurten. Ze zijn het levenswerk van Tinus en Beb de Does. Afgelopen weekend verscheen het nieuwste exemplaar. De nieuwe binnenweg in de 20e eeuw. Hier
staat immens fotoarchief van ruim 230, 240.000 foto's en 20.000 dia's inmiddels. Maar hier staat zo'n beetje alle Rotterdamse stadwijken, van Krooswijk, Jaffa, Kralingen tot Heerensluis, Vreewijk, Tarwijk. Staat hier opgeslagen in archiefladen. Het was in 1964 ongeveer zo'n beetje dat ik onnaam betrokken is met dit cameraatje, dat is van mijn ouders. Dat is nog een dierbaar stuk uit de tijd dat ik hiermee begonnen ben. Ja. Het klinkt lullig, maar daar ben ik toch echt mee begonnen met dat cameraatje. Een Agfa Rapid, in die tijd nog 37,50 gulden. En word je nou nooit eens moe van tieners, dat hij al die foto's aan het maken is? Nee hoor, helemaal niet. We gaan lekker door tot het eind. Nou, wanneer stoppen jullie ermee? Als tieners echt niet meer kan, en ik zeg eerlijk, en als er wat met tieners gebeurt, is nooit te hopen. Maar daar heb ik mij al voorgenomen, als tieners begraven wordt, moeten ze allemaal Rotterdamse foto's op zijn kist. De ene die zegt van ik wil bloemen en ik heb gezegd nou, een camera in zijn handen en Rotterdamse foto's en hij is de Rotterdamse fotograaf van Rotterdam. Een fototentoonstelling over de nieuwe binnenweg van Tieners en Beb de Does is te zien in een winkelpand op nummer 519. En daar is het boek ook te koop. Naar aanleiding van dit alles maakten wij een korte serie over de bijzondere winkelstraat in Rotterdam-West. Morgen... Nou, dit is natuurlijk een hele leuke foto. Je ziet hier nog zo'n oude snijmachine staan en een mooie toonbank met panelen erin. Een portret van hofleverancier Vermeijden delicatessen, al sinds 1908 een begrip op de binnenweg. En dit was Rijnmond Nieuws, straks Sportclub Rijnmond met Frank Vijg. En daarin onder andere een vooruitblik op het WK turnen met Epke Zonderland. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Nog een prettige dag verder.